Minister Mike Nursalim van Binnenlandse Zaken heeft de laatste week van januari de Raad van Toezicht van het Pensioen van Suriname geïnstalleerd. De leden van de Raad van Toezicht zijn door de bewindsman benoemd voor de duur van 5 jaren. Wat belangrijk is, en daar moet u op zo zeker op toezien, is dat er jaarlijks aan de Raad schriftelijk verslag wordt uitgebracht van het beleid en de werkzaamheden. En de directie voegt bij haar verslag de jaarrekening van het fonds of een samenvatting. De raad bestaat uit 5 leden en is belast met het toezicht op de uitvoering van de taak die aan de directie is opgedragen. Verder doet zij aan de minister van Binnenlandse Zaken voorstellen toekomen die in het belang van de toepassing van de ambtenarenpensioenswet nodig worden geacht. Minister Ildis Polak-Beegli heeft samen met de ambassadeur van Japan, Mitsuhiko Okada, een exchange of notes ondertekend op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Deze ondertekeningsceremonie betreft de schenking van hulpgoederen en equipment door Japan aan Suriname ten behoeve van natuurrampenpreventie. In fact, last year our mission held a reception on the occasion of the conferment of a Japanese national decoration upon Mr. Hugo Bromet, the former Honorary Consul General of Japan in Paramaribo, who became the first ever Surinamese national to receive a national decoration from the government of Japan. In dit geval het binnenland van Suriname aan de beurt. Minister Beegli geeft aan dat wij deze schenking als land zeker mogen waarderen. Ook haalde de bewindsvrouw de bilaterale relatie met Japan aan, welke gebaseerd is op gelijkwaardigheid, op wederzijds voordeel en respect tussen beide landen. And we are committing to the proper and effective use of this, as you have also asked from us. And without further ado, I want to again welcome you, members of the press and ambassador, for witnessing this signing of the notes today. In de pijplijn zit de mogelijkheid om een koelfaciliteit in Kommerwijnen te bouwen. Met de ambassadeur heeft de bewindsvrouw meteen gesproken over de nodige voorbereidingen daartoe. En ook de gebieden die zijn geïdentificeerd, is aan Buitenlandse Zaken de taak om heel gericht op zoek te gaan naar specifieke partners die die prioriteiten of sectoren welke geïdentificeerd zijn te kunnen realiseren. En in dit geval, ja, is Japan heel gericht een partner om ons te helpen met de verdere ontwikkeling van onze vissector. Maar niet dat alleen, het is ook zo dat Japan heel goed aangeschreven staat wat betreft ICT's. Dus heb ik vanmorgen bijvoorbeeld ook aan de ambassadeur herinnerd dat wij heel graag de animation industrie in Suriname willen gaan opboosten. En dat dat een mogelijke sector is waar wij veel meer nog kunnen halen. Naar aanleiding van een getekende Memorandum of Understanding, MOU, voor de opzet van een suikerrietindustrie in Suriname, heeft een oriëntatiebezoek plaatsgevonden van het geïdentificeerd grondgebied in het district Nikeri. De leiding van het ministerie van LVV, ROGB en het Chinese investeringsbedrijf Sinosu Development Group NV zijn samen met de experts van SDIC, Biotech Investments, naar het Wakai-gebied geweest voor de oriëntatie. De regering heeft duidelijk aangegeven dat Suriname vooral in de agrarische sector verder moet gaan investeren. En daarnaast ook kijken naar de mogelijkheden van waar dan buitenlandse bedrijven kunnen investeren in Suriname. Zo heeft het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij vorig jaar december een MOU getekend met een bedrijf van China, die geregistreerd is in Suriname, om dan suikerriet hier te telen voor de productie van suiker en daarnaast ook ethanol. Natuurlijk, voordat dat project moet beginnen, zijn er x-aantal studie nodig, uitleg nodig. En we zijn hier samen met de deskundigen, samen met de technische mensen van uit China, ook de bepaalde professoren vanuit China, om dan te kijken naar de bodemstructuur, hoe het eruit ziet, de vegetatie,
eventueel ook naar de zuurgraad van de bodem, zodat dan de juiste variëteiten geselecteerd kunnen worden wanneer dan beplant moet worden. Suriname is uitermate geschikt voor de teelt van suikerriet. We willen suikerriet telen en we zijn daar staan heel open voor. We hebben heel open voor gestaan toen het plan op tafel werd gelegd. En samen met mijn collega Algo hebben we bestudeerd en we vonden dit terrein geschikt om de suikerrietteelt hier uit te oefenen. Als minister van RGB kijken we ook uit naar de bossen die we hebben. We willen niet dat ons land gaat inboeten op onze bos. Maar als we naar dit gebied kijken, dan kunt u zelf zien, de vegetatie is van die aard dat we geen hout hieruit kunnen halen. Er is geen hout, misschien wat bonenstokken en dat soort zaken kunnen eruit gehaald worden. Maar het is geen, hoe noem je dat, economische waarde. Dat hout heeft geen economische waarde. Vandaar dat we dus hebben gezegd, de input die hier wordt aan bijdraagt, is het weegt zwaarder dan dat het gedeelte dat we zouden ontbossen. Dus nogmaals, dit gebied heeft geen economische waarde aan hout. Laat me dat expliciet zeggen. En het gebied staat er, is braak. In plaats dat het zo braak ligt, kunnen we het nuttig besteden en het kan bijdragen aan de opvoering van onze economische situatie van ons land. En ander voordeel is, wanneer je zo'n plant bij suikerriet zet, die bagasse wat eruit komt, kan je dan weer gebruiken voor energie. Maar je kan ook goedkoper energie dan leveren, vooral voor EBS of voor de gemeenschap. Verder bij de beplanting, bij oogst. In de verwerkingsfabriek heb je dan ook arbeiders nodig. En hierdoor dan creëer je weer werkgelegenheid. En bij export van de ethanol betekent dat de staat in de vorm van belasting ook verder gaat verdienen. Bij de aanplanting heb je dan brandstof nodig. Die equipment, brandstof, betekent dat je dan als government take ook daaruit kan innen. En bij export van de ethanol betekent dat de staat in de vorm van belasting ook verder gaat verdienen. Bij de aanplanting heb je dan brandstof nodig. Die equipment, brandstof, betekent dat je dan als government take ook daaruit kan innen. Dus er zijn x aantal voordelen daaruit. Maar suikerriet, naast voor de gemeenschap, je begint met suikerriet te verwerken tot suiker en ethanol. Maar er zijn meer dan 113 derivaten die je kan produceren uit suiker. En wanneer we zeggen van we moeten onze productie stimuleren, we moeten bezuinigen, we moeten kijken hoe we de lokale productie kunnen opkrikken, betekent dat we ook moeten kijken wat hier in Suriname geproduceerd kan worden, zodat we niet meer hoeven te importeren. Suiker vandaag op de dag wordt 100% geïmporteerd wat wij consumeren. Vandaar dat we ook hebben gevraagd van tenminste wat wij in Suriname consumeren, gebruiken, dat hieruit eigenlijk geproduceerd wordt met als gevolg dat je de deviezen bespaart. De meerwaarde aan deze suikerrietindustrie zal groot zijn. Er zal gewerkt worden met Surinaamse ondernemers en arbeiders voor ontbossing, het planten en oogsten van riet, de opzet van de fabriek, de verwerking van riet tot eindproducten, tot de lokale verkoop en export van de eindproducten. De suikerrietindustrie zal ook een inkomstenbron zijn voor ondernemers en de staat. Tegelijkertijd is de import van die producten een deviezenuitgavenbesparing.